Lig meest op de grond. Meest heeft een salto gemaakt. Wow, ik kom gewoon op. Oh! Oh. Knol power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is om precies te zijn nu 8:30 in de ochtend. We hebben heerlijk geslapen hier op Hof van Saxen en we gaan vandaag weer heel veel lol maken. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. Marvin en ik die zijn eventjes aan het lopen met Malino. Hey Malino, hallo, hallo. Je huppelt nog steeds zo schattig als een veel te lieve puppy die af en toe heel stout is. En ja, meestie is hier lekker Kobe aan het doen. Dus nou, vanaf de punt hier zo. Gooi maar eens even eentje raak. Dat gaat niet goed, dus niet. Je bent toch aan het oefenen? Ja, dat zeker. Oei. Probeer jij het eens. Ik hou Malino vast. Zo, goed zo Malino. Blijf. Nee, niet kouwen op dat ding. Kijk, dat bedoel ik dus met... Nee, je mag niet kouwen op dat ding. Oké. Ja, Myron. Ja, hallo, hij is wel recht hoor. Hij was heel mooi recht. Als hij harder was, zat hij gewoon erin. Ja, maar ik moet dan toch even weten hoe ver het ging. Oké, sorry, sorry. Maar, matig. Nog een keer. Mees mag ook maar één keer. Ja, maar ik ga door. Hij is al de hele ochtend aan het oefenen. Nou, de hele ochtend. 10 minuten. 5 minuten, 10 minuten. Sick. Nog steeds niet. Mag ik eens proberen? Nee. Nee, want je weet dat ik hem nog ga raken en dan word je boos op mij. En zo gaat het. Hey. Oh. Nou, laat maar raden, die gaat nog een keer. Nou, let's go Enzo. Komt ie. Michael Jordan. Dat is basketballer. Je weet toch? Kobe. Kobe! Oh. Ah, is toch lastig dan je denkt? Ja, dat is echt lastig hoor. Basketbal die... Is te licht. Ah, valt mee. Ja, moet wel harder opgepompt worden. Ja, dat sowieso. Maar qua basketbalgewicht valt mee. Ik vind het wel leuk dat die blauw is in het veld ook. Dan camoufleert hij lekker. Oei. Daar had je hem bijna hoor. Het is serieus echt moeilijk. Volgens mij moet je iets van ernaast en erachter, toch? Ja, en dan moet je die echt, zeg maar, ernaast is om stabiel te houden. Ja, ik ben dus gewend om gewoon zeg maar, een soort van zo'n volleybal te gooien. Echt? Ja. Ik heb nooit geleerd om hand schuin en hand erachter te doen. Dus ik gooi altijd gewoon... Nice, nice. Yes! Oh, dat zit, Marina. Niemand raakt, alle basketballers zijn boos op ons. Ja, maar basketbal is echt moeilijk, hè? Moeilijker dan je denkt. Ik deed het natuurlijk bijna elke week al 3 keer of zo op school. Oeh, je hebt wel een mooi basketbalbroekje aan. Nou, zo ziet het eruit in ieder geval. Ja, is ook. Ja. Oh, zie je, hij gaat er echt moeilijk in hoor. Ja, hij gaat echt moeilijk in. A few moments later. We zijn 5 minuten verder. Iedereen die heeft al echt iets van 15 keer gegooid. Niemand heeft nog geraakt. Dit is echt bizar. Oeh. Ja, dat is echt wel... Het is echt bizar hoe moeilijk het is, hé. Hoi, ik dacht het. Yes! En dan ook nog ringloos. Ja. Oh, heerlijk hoor. Ja, dus ik weet al hoe lang ik hier bezig ga zijn, want ik ga als trickshot proberen. Vanaf of die kant of deze kant, backflip, bal achterwaarts gooien in de basket. Oh. Doe nu eens een poging. Ja, dan moet ik, ja, ik wil best bij deze proberen. Jeetje! Zo, je gooit hem heel ver. Ja, dus heel ver, dus daarom dacht ik vanaf hier en dan gooi je zo ver mogelijk. Maar... Oh mijn god. Oké, goed idee. Doei mees. Honden aan de lijn en denk aan de snelheid van uw hond. Malino mag 10 km per uur. Malino, gaan we rennen? Oh, dat zou ons wekker eigenlijk zijn. Oh, we waren lekker wakker. We zijn dus al iets van 3 kwartier eerder wakker geworden dan de wekker. Gebeurt niet vaak, maar is dus vandaag wel gebeurd. En ik dacht, ja, ik ben wakker. Ik ga er wel gewoon uit en dan gaan we met Malino lopen. Dus ja, Mees is ook wakker. Die dag waarschijnlijk hetzelfde. En Lars en Nicole en Milan zijn nog aan het slapen.
Maar we gaan straks lekker ontbijten. Over een kwartiertje, om 9 uur, dan wordt het ontbijt geleverd. Echt super sick. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor ontbijt we gaan hebben. A few moments later. De deurbel gaat. Even kijken wat we hier hebben. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Ontbijtje. Het ontbijt. Yes. En de krant. En de krant erbij. Top. Je mag hem helaas niet aangeven, vandaar op het kratje. Snap ik. Oké, super. Nou, dan pak ik even alles eraf en dan kan je het kratje weer meenemen. Ja. Oh, sick man. Holy moly. Ik kom gehandeld tekort. Hey, top, dankjewel. Ja, oh, ja, top. Ja? Ja. Hey, geniet ervan. Werk ze. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Yo, dit is niet normaal. Dit is echt sick. Wow, en de... Oi. Huh? Is Lars ook wakker? Zit er nou een kikker in? Het was precies 9 uur. We hadden gezegd, we willen om 9 uur ontbijten. Het was echt 9:00. Ja, klopt. Ja, dit is echt sick. Dit is echt heel sick. Laten we het buiten lekker eten. Ja, dan leggen we buiten neer. Ik zie al lekker broodjes, maar ik weet niet wat er onder die twee andere dingen zit. Hi Malino. Oké, laten we eens even kijken. Hier zitten croissantjes in. Hier zitten ook croissantjes in en broodjes. Nou, krant, die lees ik nooit. En dan heb je hier, oh, kijk dan. Lekker banaantje en lekker sappie. Kijk dan. Oh, dit is zo schattig, van die kleine hagelslagdingetjes. Ja. En dan hebben we hier kaas en ham, servetjes, een peer, een cracker en een appel. Wat zit hierin? Een ei! En hij is warm! Oh, echt? Ja! Nee. Wow, wij zijn echt lucky. Yeah. Nou, dan gaan we Milan even wakker maken. Hij is de enige die nog niet wakker is. En dan kunnen we lekker eten. Nou, we zitten aan tafel, gezellig. Goedemorgen. Yeah. Oké, Nicole is bezig met de horoscopen oplezen. Is dat elke dag aan de andere of elke week? Nee, elke dag. Elke dag? Ja, hier wel, maar dat klopt sowieso niks. Maar... Oh. Nou, ben misschien klopt het wel. Ik ben tweeling. Die heb ik net al gehad. Oh, ik ben ook tweeling. Ze hebben ze allemaal voor mij voorgelezen. Oh, maar ik heb het niet gehoord en de kijkers ook niet. Dus wat gaat er gebeuren vandaag? Veel draait vandaag om vriendschap. Maar het kan moeite kosten te analyseren wie uw echte vrienden zijn. U kunt er spijt van hebben iemand in vertrouwen te hebben genomen. In de liefde is discretie belangrijk. Nou, doe het daar maar mee van. Ja, bedankt hè. Fijn hè? Ja, dit is top hè. Top. Zijn we discreet? Hè? Helemaal discreet wij. Er zit gewoon iemand achter de computer gaan kijken. Vandaag voor de tweeling. Ja, dat is wel zo, ja. Er zijn mensen die hier echt in geloven, hè? Ja, klopt. Er zijn mensen die hier echt in geloven, ja. En dan vandaag voor mensen die maag zijn. Nee, maar klopt. Wat is Mees? Wat is Mees? Wat ben jij Mees? Een watermeloen. Een watermeloen? Waterman. Hey, maar die heb ik net ook gehad. Dat is een goeie, hè? Een prima dag om te onderhandelen en goedkeuring te verwerven voor uw plannen. U kunt verbaal goed uit de voeten en bent in staat alles te verkopen. Het kan moeilijk zijn om uzelf niet onder de prijs te verkopen. 1 euro. Zo. 1000. Oh. 1000. Op je mel gauw. Hij kan alles verkopen. En wat is Lars? Oh, vissen. Oh, vissen. Ik ben iets anders. Nou, Lars, komt-ie hoor. Bereid je voor. U kunt geld verdienen met iets wat met uw huis te maken heeft. Maar u kunt tevens... Hij heeft geen huis. Hij heeft geen huis. Abort mission. Abort mission. Is not possible. Maar de keer gaat verder, hè? Oh. Maar u kunt tevens geld over de balk gooien omdat u verliefd bent op iets of iemand. Dat ben ik ook niet, dus dat is top. U hebt frisse lucht nodig. Spit wat in de tuin, ga sporten of laat langdurig de hond uit. Nou, Melina... Hé, dat hebben wij vanochtend gedaan. Ja. Die had bij ons gemoeten. Ja. Dat hebben wij al gedaan. Nou, Lars, ren even rondje. Super. Ja, we gaan straks al sporten. Ja, we gaan straks sporten, ja. Dus dat is een goeie voor jou, Lars. Je hebt even uitlaatklepje nodig. Kan niet meer. Ja. Kleine man gisteren heeft me doodgemaakt. Okay, nou, we gaan lekker even smikkelen. Even eitje erbij. Jee, heel pakken. Je peertje hier, peertje daar. Eet smakelijk. Wie kan heel even een beetje tijd voor mij investeren? Nee. Nope. Nou, ligt er aan wat je wil gaan doen. Ja, dat kan ik. Ik wil een nieuwe wereldrecord poging ijspugen. Kom maar hoor, ik ga hem filmen. Ja, nice. Oh god, kijk maar hier door. En als het lukt, heb ik een hele vette prijs. Oh. Oh mijn god, kijk maar Lino, kijk maar Lino. En ik kijk en ze draait het ei. Ik heb het vast, ik voel dat wel hoor. Ik hoef je vieze ei niet. Ik had gewoon dat je dan... Nee. Ik hoef dat vieze ei niet van mij. Oké, nieuwe wereldrecordpoging ijspugen. Een wereldrecordpoging, dat is van mezelf. Ik ben heel trots op. Die staat op, even denken, volgens mij 26 was het. Oké, we gaan het even hier doen in de shadow. De shadow. Ah, dat je
ruimte nodig. Voor deze zieke wereldrecordpoging. Begin de dag goed. Doe zonder pet. Maak het meest even nat. Ja. Oeh. Zeen. Dit ei is te groot. Ja? Ja, maar hij is wel perfect, want hij is wel heel mooi gekookt glad. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27! Bruh. Dat rolt hier ook over de grond, het balletje. Ik mis wat van mijn ei. Hé, hey, maar je hebt één meer dan je oude record. Dit was wel sick, hè? Dit was top. Oh mijn god. Ja, dit vind ik wel echt leuk om te doen. Alleen, het is echt moeilijker dan je denkt. Je krijgt echt pijn aan je kaken ervan. En op een gegeven moment houdt het ei ermee op. Dus misschien moet ik de volgende keer bij de wereldrecordpoging moet ik meerdere eieren hebben. Zodat als ik merk, het gaat uit elkaar, pak ik weer een verse. Maar hey, 27. Was wel leuk. Lekker ontbeten. Hey Klaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er staat door met de bus. Wordt er weer gefietst? Ja, er wordt weer gefietst. Top, man. Hoe is het? Ja, goed met jou. Mooi. Ja, goede bus. Ja, toch? Ja, nice. Ja, hij is groot genoeg, dus dat kan heel wat in. Hoeveel fietsen heb je bij je? Ja, wel genoeg. Nice. Goed kamaten wat er. Ik denk, nou, zet hem wel wat in. Ja. Kun je aan de slag. Nice. Leuk. We gaan lekker mountainbiken. Je kan hier, maar dat is sowieso, Mario en ik weten dat, want we hebben hier wel vaker de route gefietst. Maar je kan hier zo gruwelijk goed mountainbiken. En daar wilden we heel graag gebruik van maken. En daarom is Klaas hier van Egbert Fietsen om dit even te brengen, zodat we kunnen fietsen. Zodat we kunnen mountainbiken. Dus dat is super chill. Nice. Het wordt heel vet. Lars? Ja. Nee, Lars heeft al. Oh, heeft Lars al. Voor wie is dit? Ik heb het mooiste pakje, hoor. Ik heb het mooiste pakje. Nicole? Niet van mij, want ik ga niet mee. Oh. Voor Mees en Milan. Hey, zal ik jou eens even blij maken met het pakje? Trek ik hem gelijk aan. Ik weet zeker dat jij het vet vindt. Ja? Blijf maar hier. Oké, okay, ik ben echt benieuwd wat Lars aan gaat trekken voor het mountainbiken. Mees heeft mooie kleding, Milan mooie kleding. Ja, dit is goed gefixt. A few moments later. Zit dit goed? Hoort dit zo te zitten? Dit hoort zo te zitten, ja. 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 Moet je zonder onderbroek. Je moet zonder onderbroek. Ja. Nee, maar dit is toch top. Ik vind het lekker, hoor. Ja, top. Wat zit hier tussen, man? Ja, daar zit dus een soort van luiertje. Oh, ik kan gewoon plassen en poepen. Nee, dat zou ik niet doen. Maar het is wel fijn als je je onderbroek uitdoet. Dat is wel echt zo. En dan moet je hem wel omhoog leggen. Milan krijgt jeuk aan zijn ballen als hij Lars zo ziet. Dat is raar. Dat is best raar. Vind je dit raar? Ik vind het juist zo cool uitzien. Ja, het zit heel raar als je dit nooit aan hebt. Dat klopt wel. Want toen ik dit voor de eerste keer aan had, toen had ik ook zoiets van... Hé, wat is dit? Ja, mijn lichaam ook geen niet de vorm voor dit pak. Ik weet niet. Wel, jij hebt echt een fietslichaam, hoor. Jij hebt echt een wielrennerslichaam. Hoe herken je wielrenners? Nou, heel lang en slungelig. Heel erg lang, slungerig en een klein bierbuikje. Nee, dat kan je niet. Hey. Trots, hè? Trots. Trots op de boeren. Chondeerp, oh. Nou, dit is wel nice. Ja, ik heb twee chondeerpakjes. Eentje XL, eentje L. Dus staat je goed, Lars? Helemaal top. Ik doe hem straks ook aan, hè? Zijn we broeders. Zelf ga ik ook nog eventjes goede kleding aandoen om te mountainbiken. Ik heb er super veel zin in. Jullie weten natuurlijk wel... Tenminste, de meeste denk ik dat ik een blessure heb aan mijn knie. Een beetje vocht in mijn knie, botkneuzing, achterste kruisband, een beetje ingescheurd, een beetje afgescheurd. Super balen, maar volgens mij is het redelijk flexibel en moet het wel goed gaan als ik ga fietsen. Dus we gaan het wel zien en anders dan keer ik gewoon om en ga ik terug. Maar ik ga me even omkleden, ook helemaal in fietskleding. Ik heb een heel erg mooi pakje, daar komt ie. Zo, ik ben klaar. Nou, tijd om te fietsen. Ik denk trouwens dat dit wel ietsjes beter is. Mijn hele outfitje aan. Ta-ta-ta-ta-ta. Mooi chandeer. En dan gaan we even kijken bij de fiets buiten. Mees ziet er ook goed uit, hoor. Yeah. Lekker, man. Heb je er zin in? Tuurlijk. Ja. Leuk. Al vanaf dat we het zeg maar hebben gehad over mountainbiken, zit Mees al van, ik heb zoveel zin om te mountainbiken. Oh mijn god, wanneer gaan we nou? Nou, nu is het gewoon... Nu is het gewoon gedaan met die vraag van Mees. We gaan het doen. Hé, Nicole? Ja, we gaan het doen.
We gaan mountainbiken. Ja. Ik hoop dat het last valt. Oh. Oh. Gewoon één keertje. Gewoon. Nou, als jij dat hoopt, dan hoop ik dat ik het op film heb voor je. Ja, dan kan jij er achteraf van genieten. Gewoon één keertje. Maar dat er dan niks ernstigs gebeurt. Okay. Maar gewoon een keertje dat hij gewoon zo staat en zo... Oh, ja, maar dat heb je eerder met klikschoentjes. Ja, maar dat gaat Las ook hebben zonder klikschoentjes. Nou, ik ben benieuwd. Bro, je ziet er ook goed uit, man. Hé, hey, man, ik flex hem gewoon. Ik vind het echt tof dat je meegaat. Ja, ik ook. Ja, dat moet nog even wennen, ja. Oké, hier heb ik mijn fiets. Kijk eens even. Supermooie fiets hier zo. Hoppakee. Heel erg nice. Zo doet hij zo gerne nog sneller. Ja, sick. Ga je dan sneller? Ja, heel erg sick. Je lijkt een beetje of een alien in het hoofd hebt zo. Heeft. Als je een grap maakt, maak hem dan wel goed Nederlands. Flink, flang, blong, blong. Sukkel. Nou, ik heb er echt geen zin in. Sukkel? Jij bent een sukkel, kijk hoe het eruit ziet. Ja, nou en? Ik vind het helemaal niet leuk ook. Ik meen het. Dit is gewoon een beetje zo van, we komen bij Milan thuis en we hebben er helemaal niks over gezegd. Nou, hij moet het maar accepteren. Maar Roe, dit zit helemaal niet. Echt niet. Hoe moet dit? Gewoon recht op je hoofd. Ja, bro, dan kill ik mezelf. Nee, je moet gewoon wat strakker doen. Oh, dit is gekloot. Doe even de camera weg, help me. Wat heeft hij zin in? Ja, echt wel. Mees heeft er zin in, ik heb er zin in, Marvin heeft er zin in. En Lars, jij moet er maar gewoon even mee. Ja, dat staat nog op mijn bucketlist. Mee met een straaljager. Ja? Ja, sowieso. Maar wat altijd zo sick is, ze zijn best wel moeilijk te spotten. Omdat je hoort het geluid daar en dan zijn ze al daar. Dat is echt heel erg apart. Maar ik ga je helpen, bro. Komt goed. Ja. Wat leuk dit. Top. Doe, weg. Zo. Hé? Hey? De Willemeister. Zo. Kijk, en Lars, weet je nou wat ik heb? Ik heb klikschoentjes, dus mijn schoenen zitten eraan vast. Dus als ik dat heb, dan kukel ik serieus achterover. Dat moet je niet doen dan. Nee. Maar kan je een beetje een lange wheelie? Ja, zeker, zeker. Ik zou even van die kant beginnen. Oei. Dat was niet zo lang meer. Dat was niet zo heel lang. Nee. Milan die uit ervoor. Ja, top hoor. Ja, dat was wel netjes hoor. Is een begin. Ja, super. Deze fiets is echt super licht. Vroeger kon ik het wel, maar nou... Ja, het zijn ook echt goede fietsen. Ja, het is een hele chille fiets. Ja. Oh, wat doet Lars nou? Dit is sick. Moet je eerst paard maken, dan kan ik wel. Zo, zadel je reet. Stoppie. Ah! Dat was de achterrem. Ga je stoppie maken, ja? Ja, kan wel. Ging ook wel. Nou, zoals jullie zien, dames en heren, dit gaat helemaal goed komen. Niemand krijgt een ongeluk, dit wordt echt top. Er gaat sowieso iemand vallen. Hoe vind je dit staan? Echt hilarisch. Oh nee, rechts achter. Wow, die ging er lang hoor. Lastig voor zich als ik gefocust is. Dit is heel serieus. Je moet wel eens opletten voor zijn gezicht neer. Ja, ik zag hem niet. Maar we fietsen ervoor. Doe nog één keertje. Kom op, we zagen hem niet. Kom maar iets dichterbij ook. Ja, goed hoor. Je moet langs ons gaan. We hopen dat hij valt, hè. Voor jou, hè. Oh! Wel sick, hoor. Zijn hoofd. Ja, dat is precies wat Nicole zei. Je bent kapot, hè? Kapot. We moeten nog. Lekker. Oh ja. Je hebt ook een mooi pakje aan, hoor. Dank je. Je hebt echt fietsersbenen. Nee, nice. Dat is niet. Schaatsersbenen. Oh. Het is toch goed dikker hoe beter je fietst. Nee. Oh. Oké. Okay. Nou, we gaan fietsen. Ik doe Flitsmeister even aan, jongens. Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Oké, let's go! Ja, we gaan er vandoor. Is al 100 keer gezegd, maar nu gaat het echt gebeuren. Nicole, lief dat je op Molino past. Ja, zo ben ik. Dankjewel. Nice. Doei, doei. Tot zo. Doei. Nou, fietsen, jongens. Gaan met die handel. Later, Molino. Hey. Ik ga het voor je filmen, ja. Top, nice, thanks. Doei. Doei, Melino. Tot zo. Lekker, Lars. Dit is een mooie. Een hele mooie. Oh, oh, Lars. Er zit een verdoop. Er zit een greppel. Kunnen.
En meestal als je zeg maar een tak hebt op de hoofdhoogte of wat dan ook, dan zeg je tak! En Milan die gaat ervoor en op het laatste moment gaat hij naar onder. In een wedstrijd zou ik dat wel doen, ja. Ja, hier moet je hard fietsen, hier heb je zachtzak. Jongens, wat is dit nou? Woe! Lekker, dat zag zo. Ja, ja. Ja, dit is een mooie route hoor, jongens. Woe! Knolpower! En voor als jullie het nog niet gemerkt hebben, er staan veel bomen die je kan raken. Pas daarmee op. Ik heb het niet gezien. Even een gatenstippie. Wauw. Is dit niet even genieten? Ja, top. Woe! Oh, lekker Lars. Ja, dit wordt een leuk stukje hoor. Goed de bochten breed pakken. Ja, dit is leuk, hè? Oh. Holy shit. Oh, deze ook. Die was sick. Ja, maar deze worden nog leuker. Oh shit! Ah. Lekker hoor bro, je doet het wel goed. Wow. Oh. Yes! Wow. Lekker bro! Woo. Dat is een kick, hè? Yes! Heerlijk! Oh jee, pech. Heeft hij pech? Ja, ketting eraf. Ketting eraf? Ketting eraf? Ja, hij ging te hard door die bocht, knalde bijna tegen de boom aan. Toen ontweek ik dan net, maar ging dit er nog langs toe viel. Ja, doe maar even drinkpauze hoor, boys. En Gul? Yeah. Gul Power? Ja, dit is wel echt super leuk. Sowieso aan het einde van deze rit, dan ga je lekker krabben op je benen van de brandnetels. Nee, ik heb overal muggen, ze zitten steken. Ik zag het bloed zuigen. Ik ga hier doorrijden en dan bij het hemelrietje even stoppen. Ja, gaan we verderop stoppen. Hier worden we lekker gestoken. Ja. Maar dit is wel super vet. Ja, schiet op! We moeten allemaal lekker stoken. Oké, we gaan. Ja, dit is een leuke. Oh, fuck. Hier zou ik het anders niet meer gered, hè? Ja, dit zijn van die verraderlijke bochies. Maar deze zijn wel het leukst. Woo! Ah, deze wordt heel leuk, bro. Deze is echt leuk. Dit gaat al redelijk recht vooruit, hoor. En aan het einde daar moet je wel omhoog trappen. Dus lekker veel vaart houden. Oh, waar ga je heen? Oh, hij snijdt gewoon af! Hij snijdt gewoon af, wat een man! Hij snijdt gewoon af! Oh, valspeler! Oh, wat heerlijk mensen! Even een slokkie. Ik heb het lekker lang even doen, want je kan niet gaten en stilstaan. Ah, heerlijk. Nou, ik moet zeggen, voor de eerste keer ga je lekker.
Vind ik dat het wel oké gaat? Ja, gaat goed hoor. Ik heb wel 2-3 bochten gehad dat ik even dacht, even remmen. Maar het gaat hard soms hoor. Ja. Weet je wat het ook heel erg is? Ja, ik onderschat dit. Ik heb het heel erg onderschat, ik heb het nooit gedaan. Nee. En je onderschat het echt hoor, want het is echt veel techniek in bochten. Heel veel techniek. Het is moeilijk. En dat is het ook. Het is niet altijd wie het sterkste beenspier heeft, of beenspieren, of wie het meest fit is, die is het best. Het is super veel techniek met die bochtjes, links, rechts. En het is de bocht vaak buiten nemen in plaats van binnen, want anders ga je glijden over het zand. Je hebt soms een beetje zacht zand. En ik zou niet te dicht gaan op degene die voor je zit. Want als je wat meer afstand neemt, dan zie je wat meer ook wanneer de heuvels komen. Dus dan kan je ook af en toe gaan staan op je fiets. Want soms dan ga je over een heuveltje heen en als je dan zit, dan knal je echt zo omhoog. Maar je doet het super goed. Ik zit eigenlijk alleen maar achter jou te fietsen. Ja, maar en hoe vaak moet je op de rem drukken? Precies wat jij zei, ja, maar dat maakt niet uit. Oh. Ik heb al vaker gefietst, maar precies wat jij zei, 3 keer ging jij de fout in. Ja. En dat is knap. Ja. Want dat is maar 3 keer, hè? We hebben echt 100 bochtjes gedaan, op zeg maar. De 4e is dat ik val. Nee. Nee, zeker niet. Dat heb je nu al gehad. Ja, dat is waar. Nee, maar van luisteren moet ik vallen. Nee, ik zei, ik ga jij maar even je zij pakken voor de vlog. Misschien val je wel. Nou, Nicole wil dat jij valt, dus. Ja, dat had ik al door. Ik was net aan bochie en mijn benen gingen allebei van de trappers af zo en ik zat zo, ho! Ik leef nog. Ligt Mees op de grond? Mees heeft een salto gemaakt. Heb je salto gemaakt? Over zijn fiets heen. Kijk, ik ging net met mijn band een stuk hier in het schuine stukje. Ja. Hier? Daar, en toen gleed ik weg en toen, ik remde niet eens. Jawel, want toen die bomen remde je. Nee, ik remde oprecht niet. Ja, dan... Ik drukte niks in, ik ging gewoon bam. Sick. Sick, zegt hij. Ja, hey, van fout. Hey, mijn stuur is gescheept. Ja, dat snap ik wel. Wat steek je elleboog? Gasboeien. Nou, de puntentelling, Mees op 2. Nice. Knap hoor, Mees. Puntentelling. Hier is weer Gottie. Wee! Nou, deze is ook leuk. Ik zag een boom, ik denk nee. Ja, je moet altijd naar het pad blijven kijken. Lekker bro. Ja, nice, nice, lekker. Lekker. Living on the edge. Hey! Bal spelen! Ja, en nu moet je terugschakelen. Lekker hoor, straks pakken we een yoghurtje. Lekker frambozen erbij. Cappuccino. Oh, die was nice. Net te ver. Maar die was echt fucking nice. Kijk eens wat mooi, dames en heren. Wauw. Kijk hoe blauw het water is.
Lekker buiten, Bochie. Kom op! Kijk eens, we worden beloond. Check dit uitzicht. Dit is toch heerlijk? Mijn god, mijn benen zeggen echt... Stop! Ze hebben het er niet makkelijk mee, hè? Nee. Maar misschien willen ze nog wel een keer vaker, dan gaat het steeds beter, hè? Ja, dat is waar. We hebben de zware gepakt, hè? Jullie hebben niks gewaagd. Kijk eens even, dames en heren. Hoe mooi is dit? Wauw, dit is heerlijk. Hier zitten we dan. De beloning. Oh, dit had ik al de hele tijd in mijn hoofd. Kijk eens eventjes. Dit is volgens mij mozzarella. Oh! Nee, dit is mozzarella. Mozzarella? Ja, mozzarella. Italiaan. Met een cappuccino. Lekker. En dan hier nog eventjes. Oh, ik voel dat dit goed is voor mij. Nou, dat hebben ze helemaal 100% gelijk in. Heerlijk. Met lekkere framboosjes. En dit. Oh. Een zalm wrap. Ja, lekker. Oh, daar pak ik er meteen eentje van. Ja, ik ook. Oh, zo, dit is nou eens echt een goede maaltijd, dames en heren. En die cappuccino hier is zo lekker. Heerlijk. Nou, geniet er allemaal van. Dit hebben we eventjes nodig na het mountainbiken. Lars, ja. kom even. Ik heb even jouw kracht nodig, jouw spierbundels. Jullie stenen opgetild. Ja, we gaan even weer stenen optillen. Kijk, want wat hieronder leeft, dames en heren. Zo! Ik kan het niet. Duw hem om! Er zit niks! Mieren. Wel, er zitten heel veel mieren hier. Oh mijn god. Ah, dit was niet zo'n hele spannende steen. Maar bedankt voor je effort. Ja, sick. Man. We gaan nu naar de volgende activiteit, dames en heren. We gaan iets heel erg leuks doen. Tenminste, dat is ons verteld. Ik ben benieuwd. Er is zeg maar een beetje een schemaatje voor ons uitgeschreven. Wat we allemaal gaan beleven hier op het park. Dus ja, we laten ons weer even goed verrassen. Myron die weet waar we heen moeten. Lekker. Dus we volgen Myron. Zal ik jullie geheimen verklappen? Ik denk dat de Adventure Golf gewoon minigolf is. Ja, dat is het ook. Oh. Ja, we gaan minigolf doen. Ja, dat is leuk. Dat is superleuk. En daarachter hebben we een spring. Hey, en zie je de hunnebedden weer? Ja, ik zie de hunnebedden weer. Of hunnebedden eigenlijk. Hunnebedden. Ja, dit is wel lach hoor. Hey, dit is weer een wedstrijdje. Moeten we allemaal ons best weer doen. Ik zal jullie eerlijk zeggen, dit minigolf parcoursje ziet er wel echt super nice uit. Zo, check dit. Dit is knap gemaakt, hé. Dit kunnen we ook gaan doen, hè? Zeker. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Het kan, het is mogelijk, maar we gaan het niet doen. Skelters. Oh, skelters. Bro, ik heb daar zulke slechte verhalen over. Wheelies, allemaal dat soort handremmetjes. Maar dat klopt, dit zijn ook echt van die typische skelters die, waar je gewoon helemaal gek op doet. Kijk, hier heb je al die skelters staan. En dan mini-skelters. Zo, ze hebben daar 300.000 fietsen staan. Bakfietsen. Wat? Je hebt hier ook steps en skateboards. Zo, die is gaaf. Ja, dat is de ripper. De street surfing. De street surfing ripper. Yes, you know, because in the streets we stunt, hè? Yeah. Yes. Zo! Dit ding is goed. Oh! Dit is echt sick. Je checkt en dan zo. Daar hebben we Tatita. Dat klopt. Zo, ongelooflijk. Ja, die is overal, hè? Wil je een wedstrijd steppen doen? Nee, dat is niet zo mijn... Hey, dat is Tatita, jongens. Tatita. Ja. Hey, ik ga even stunten jullie laten zien. Ik doe hem maar één keer, dus zorg dat je goed oplet. Oké. Ja? Hey! Oh. Ja, vet hoor. Wow. Gaaf. Sick, hè? Super vet. Ja, dat geeft adrenaline. Kijk, je kan ook zo'n spelletje doen, hè? Zo. Ja, als er dan tegen je scheen aankomt. Sick, hè? Ja, dit was wel even sick hoor, street surfing. Hey jongens, kijk eens wat voor kleurballetje ik voor jullie heb. Rode voor jou. Yes!
gele voor jou. Kijk, top hoor. Hey, you know me. Nee, dat wilde ik ook proberen inderdaad. Oh. Nee, deze niet. Stuiteren niet. Yeah. Nice. Zal ik even oefenshot doen? Doe jij even een lekker shotje. Als je je bal kwijt bent, dan ben je gedisqualificeerd. Nou, top. Sick. Bro, dit moet ik even proberen. Ja, dat lijkt me ook. Proberen. Dit is de Street Surfing One Wheel. Ja. Kijk Theo, dit ding heeft gewoon één wiel. Kijk eens even. Hier, één wieletje. Doen we... Ik denk dat ik weet wat je kan doen ermee. Zo wiebelen en dan ga je naar voren. Nee, dat meen je van niet. Van waveboard. What? Ah, ah. Heavy metal shit hoor, dit. Wow, ik kom gewoon op... Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, dit moet ik toch ook helemaal niet doen, dit. Oh. Ja, nee, wel goed hoor. Oh, dit moet ik ook helemaal niet doen met mijn knie. Nee. Oh, ja, Marvin is er niet om me tegen te houden. Lars, denk ik, film het wel. Prima. Ja, anders ben ik degene die dit overkomt, want ik weet het, ik ben hier de stuntman. Ja, doe jij eens even. Jij bent stuntman inderdaad. Nou, oké. Okay. Gast, dit is wel gruwelijk hoor. Ja. Als je dit goed kan, denk je echt dat het stoer is. Het is wel heel apart. Oh. Je gaat best hard, hè? Ja. Dat is vet, hoor. Kijk dan, je blijft gewoon net op het bord staan. Je komt gewoon vooruit. Met de golfstick in zijn handen. Ja, super. Ja, vet, man. Dit is echt gruwelijk. Nou, leuk. We hebben het geprobeerd. Ik ben blij dat hij nog heel is. Want hij moet nog verkocht worden. Maar de one wheel ding, heel vet. Oké, balletje, golfstick mee. En dan gaan we minigolfen. Midget golfen. Super veel zin in, man. Ik vind het altijd zo leuk. Ik vind het altijd gezellig, weet je wel. Gewoon even lekker kletsen. Ja, top. Ja, dit is altijd super. Gaan we die kant op? Ja, ik denk dat ze hebben wel heel goed gedaan. Ze hebben heel veel doorlooproutes gemaakt en zo in het park. Vanwege dus de coronamaatregelen. Dus ze hebben heel... Wow, wat is dit? Dat is een visengel. Dat is een visengel. Ja, dat spot ik, hè. Oh, dat spot jij heel goed. Ja, vis. Een bamboe vishengel. Wow, nieuw in de doos. Dit is een goed spul. Misschien kunnen we hier wel echt de zieke vis vangen. Dikke knoepers. Dikke knoepert. Knoepert. Oké, nou, we gaan naar buiten. Volgens mij wachten ze alweer te lang op ons. Als wij hier blijven rondstaan, dan komen we nooit meer buiten. Dus laten we dat snel doen. We gaan naar buiten. Zo, kijk, dit gaat open. Ja, ze hebben hier dus best wel veel doorlooproutes en zo. Maar allemaal éénrichtingsverkeer, zodat je niet te veel mensen tegenkomt. Zodat je gewoon een duidelijke route hebt met afstand en zo. Ja, hebben ze wel nice gedaan. Oké. Hallo, hallo. Today we are on the field of midget golf with the Hof van Saxon. This is adventure golf. Yes, this is adventure golf. I mean that, yes. We have a ball, we have a stick. Yes. Oké, okay, and we go there, and then we go have a very hard swing. And then he comes back. And then it comes back. Now you have to slap on a beer. I don't like that, because it was a good swing. A little bit too hard, I think. Dat was een hele mooie swing, kom gewoon weer terug. Weet je, ja, dit was al swing 1. Komt ie. Ja, dat was lucky. Cheater. Hij ging er overheen. Waar is hij nu dan? Ja, ja daar. Daar is. Oh, daar! Wow, ik zag hem ook niet. Ik zag het geen eens. Nou, in 3 keer misschien wel. Wat zei je? Die was te zacht. Die was niet te zacht. Ja, maar de wind, hè? De wind speelt ook een rol. Ja, je hebt de wind mee. Yes. 4! Dat is mijn lievelingsgetal. Daar beginnen we mee, dames en heren. Wacht maar. Op het einde, want dan nummer 1. Knol voor nummer 1. Het waait hard, hè? Ja, heel kut met filmen. Ja, dat is een beetje vervelend. Ah, we gaan er gewoon een moois van maken. Ik ben benieuwd hoe zij doen. Oké, dames en heren, daar hebben we Mees. En we hebben hier de looping. Gaat hij het doen of doet hij het niet? Oh, ja, top. Oh, mijn god. Telt dat? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet het niet. Telt niet, hè? Ja, vind ik wel. Vind jij wel? Ja, dat is wel... Maar die was binnen de baan. Als die daar was geëindigd, uit de baan, dan... Ja, je mag niet buiten de baan dan binnen de baan. Zo werkt het niet. Dus dan moet je opnieuw. Ja. Ah, het is toch ook veel leuker om die looping te doen. Hè? Maar we staan hier niet veilig blijkbaar. Nee, we staan achter jou, dus dat is... Hey, Mees. Kom op, shot in de roos. Oh, sick. Hij komt weer terug. Maar nu ben je dichterbij, hè? Ja, nu ligt hij recht voor die looping.
Recht. Kom op, doe de looping, Oei, oei. Hou het materiaal heel. Nice, ja, dit, nu ligt hij er goed voor. Rammen, Mees. Rammen. Wat? Wow! Oh, hij ging ook nog eens bijna. Sick. Nice. Mees, de eerste die de looping goed heeft gedaan. Hij is wel bij zijn zesde slag, maar... Bij zijn vijfde slag, maar... Hè? Oh. Oh. Wat gebeurt hier? Twee keer achter elkaar. Wat gebeurt hier? Yes. Oh, Mees. Ja, 7 of 8. Prima, hè? Prima. Dames en heren, ik vraag u allemaal om een stapje opzij te doen. Ja. Zo toch? Lars, er zijn ook nog andere mensen hier. Doe rustig. Oké. Ik ga de looping gelijk pakken. De looping? Ja. Ben benieuwd. Oh, Nicole. Hoe kan dat? Hey, je meisje staat hier, hè? Ja, dat klopt. Nicole wat hebben. Oh, dit is nice. Dit is twee. Ja, drie van mij, vier van mij was helemaal nog niet zo slecht. Heeft iemand dat gezegd dan? Nee, dat heeft niemand gezegd, maar... Nicole, ik zou echt wegstappen als ik jou was. Helemaal... Ja, ze gaat weer achter mij staan, joh. Komt goed. Oh mijn god. Wie doet dan aan een ding? Ja, dit is echt een moeilijke hoor. Dit is de eerste, maar echt al een moeilijke. Oh, dit is tactisch. Wat is hier tactisch aan? Ik weet niet wat hier tactisch aan is, want... Hoe kan dit? Hoe ga je hem... Ja, ik doe hem wel een stukje terug, joh. Hij stopte hier, zeg maar. Toen viel hij naar beneden. Kijk, holding one. Je kan niet zeg maar bij de zevende beurt nog een hole in one doen. Zo werkt dat niet. Ja, hoe werkt dit dan? Oké, dit gaat. Zijn regels moeten we nu weer terug. Ja, hij moet nu weer terug. Ja. Maar ja, dit gaat lang duren, kan ik jullie vertellen. De midget golf. Ja, bij ons ging het nog. Bij jou ging het prima. Ja. Je had ook wel een mooi lucky balletje zo precies ertussendoor. Ja. Yep. Dat was sick. Maar dat is Enzo, jongens. Maar dit is echt lastig. Maar en je bent wel echt een goede midget golfer, dat wel. Dankjewel, dankjewel. Kom op, hè. Oh, jeetje! Hé, hey, pas op mijn scheenbeen! Jeetje, ik moet gewoon scheenbeschermers aan bij Lars. Pas nou uit. Oh, shit. Dat is wel knap hoor. Dat is wel heel knap. Ja, maar jij, weet je wat jij deed? Jij mieterde hem gewoon er langs, maar ik moet er naartoe. Ja. Oh, Lars, serieus. Pas nou op. Nee, ik weet het, want je bent onthandig. Dat is lullig, hè? Ik maak alles kapot, maar ik doe het niet eens expres. Oké, zachtjes. Zachtjes. Wow! Sick! Ja, kijk, zo hoort het, Lars. Kom op, Lars. Ja, lekker. Hey, lekker, 86. Echt top. Goed gedaan. Ga ze door, Lars. Ja. Misschien win je nog wat. Oh, dames en heren, dit is echt moeilijker dan je denkt. Nou, nu komt Maiwen. Kom op, Maiwen. Jeetje, ik word een beetje bang nu ik Lars gezien heb. Ja, dit is echt struggelen hoor. Dit is baan nummer 1 nog maar. Ja, daarom joh. Maar wat ik al zei, hè, je hebt zeg maar een midget... Oh, ja. Maar weet je wat de kunst is? Dat heb ik al gezien. Ik heb zelf ook niet aangehouden. Maar dat is zachtjes. De kunst is echt subtiel. Ja, maar subtiel krijg je hem niet door die grote heen. Nee, maar wel door die ijzerdraadjes ding. Ja, dus ik denk dat ik hem nu wat dichterbij tip. Oh, kijk. Zie je? Heel mooi in het hoekje. Maar dan nu opzij. Oh. Kijk, en ik heb weer geen geluk, hè? Bij jullie gaat hij er allemaal weer doorheen. Nou, ik weet niet of je mij hebt gezien, maar dat was niet zo, hoor. Nou, komt goed. Je zit nog lang niet op Lars' score. 6. Weet je wat? Je gewoon rustig blijven. 7. Kijk! Ja, je hebt geen geluk, denk ik. Hier, hoppakee. Gewoon lekker cheaten. Zo! Hé, maar dat was een afstand. Is dit 9? Volgens mij was het 8, wat ik telde. Maar 9 vind ik prima als iedereen zegt dat 9 is. Ik heb niet geteld. Het is 33. 86. Je hebt geen idee hoor, ik film gewoon en ik zie wel. Hè? Leuk hè? Hey, ik vind dit echt leuk, serieus. Maar jij vindt bijna alles leuk. Omdat je bijna alles wint. Ja, let's be honest. Ja, oké, is wel waar. Als jij dit kan en je haalt dit minder dan 4,
Oh! Dit is een mooie bal, want hij ligt ervoor. Wel goed voor. Hé, maar als dit minder dan 4 wordt, dan... Ik wou zeggen, dan krijg je het hele jaar snoep van mij. Wat? Dit wordt de vierde slag als je hem nu erin doet, hè? Ja, hoe moet ik daar staan? Krijg je jaarlang snoep van mij. Jaarlang snoep. Oh! Een half jaar snoep en 5? Zo werkt het niet. Ja? Jeetje! 5. Dat kan tweede. Heel mooi. Weet je wat erg is? Kijk, als je een vriendin hebt die sportief is en je verliest van haar, ja, boeien, want ze is heel sportief. Maar Nicole is compleet asportief en ik ben gewoon dik aan het verliezen. Maar jij bent dom. We hebben één baan gehad van de 18. Yeah, oh, top. Je hebt nog genoeg tijd om in te halen. Nou, wordt weer een vlog van de anderhalf uur dit. Nee, ik zal het wat sneller allemaal doen. Maar dit was de eerste baan. Even iedereen even laten zien waar het niveau ligt en zo. Nou, tweede baan ziet er eigenlijk al makkelijker uit. Die kunnen eindvach of schwierig doen. De woed? Eindvach of schwierig. Oké. Okay. Ja, oh, dat is weer easy en makkelijk. Ja. Easy en makkelijk. Easy en moeilijk bedoel ik. Oh, goed zo. Hey. Gaan we, hoor. Welke ga je doen? Welke ga ik doen? Ja, ik ga tactisch spelen. Komt ie, ja? Kijk veilig? Nee. Kijk maar, je staat veilig. Dit is tactisch. Kijk. Oh, wat mooi. Prachtig balletje, hoor. Ja, hij kan gewoon in 2 keer, hè. Oh. Nou, nee. 3 keer. AK. 3. Lekker, man. Dat is lekker, hoor. Ja, dat is heerlijk voor de puntjes. Heel erg knap. Oh! Bam. Let's go. Doe even zo'n... Ah, lekker. Die was sick. Die was echt mooi. Zo. Soms heb je dat ook met basketbal, hè? Ja, dan gaat hij zo. Ja, dan gaat hij heel langs, is zo. Yes! Yes. Ja. Ah, dat is echt sick. Nee. Marvin heeft nog maar 2 keer geschoten. 1 keer geschoten. Dit wordt haar tweede. Jeetje. Ja. Boom! Boom! In 2 keer. Topscorer. Jij bent de topper. Kom op, Nicole, met de roze bal. Like an apple. Wow, dit is hard. Ja. Wat? Dit is echt sick, hoor. Hey, weet je wat trouwens nog wel grappig is? Toen Nicole die bal in de handen kreeg, deze meer in de mond. Ze dacht dat het een kauwgombal was. Ja. Nee, ik speelde vroeger nog van die spelletjes. Zij het gewoon met Nicole, weet je wel. Oh, daarom ben je nu zo goed. Ja, ik heb tactiek. Je weet al die lijnen en zo. Sick. Sick. Oké, ik pak mijn knuppel erbij. Let's go! Mars, vooruit! Wow, dit is een mooie ook weer, hoor. Zijn jullie klaar? Hij moet niet te hard, maar dit zou wel eens een hole-in-one kunnen worden. Dat is eigenlijk mijn doel, een hole-in-one. Maar gewoon op 1 van de 18. Hole-in-one. Nein, man! Nein! Bijna een hole-in-one. Nou, hole-in-two. Ja, dat is top, echt hoor. Netjes, hoor. Die zat er strak in het putje. Die zat er strak in. Ja. Hey, hier kan je dus een hole-in-one, hè? Je zag het. Ja. Mees? Ja, we gaan ervan. Mees gaat ervoor. Oh. Over het randje. Lars, doe de hole-in-one. Hole-in-one? Yes. Goed. Oh mijn god. Nou, dames en heren, nou. Scheelde ook niet veel, hoor. Maar het kan wel een hole-in-two. Hole-in-two, doe maar gewoon even. Hole-in-two. Hole-in-two. Piew. Lekker. No problemo. Dit hebben we heel netjes gedaan. Lekker met elkaar. Zet hem op, Myron. Ja. Dit wordt hem, hoor. Mooie bal ook. Kijk eens even. Zacht, hè? Even het hoekje om. Ja, dit doe je netjes, hoor. Kijk. Hier. Rolt een beetje terug. Ja, en 3 keer is dit te doen. Nee. Ja, netjes. Hé, 4. Wow. Lievelingsgetal. Jeetje, wat een slag, Nicole. Wow. Ja, die gaat er overheen. Je hebt een te mooie slag. Dit, dames en heren, is eentje waar je weer een... ik zie een hole-in-one opportunity. Ja,
Ja, zolang je over die hobbel heen krijgt. Maar je kan hem te hard slaan, dan vliegt hij zo zeg maar over het hekje. Ja, dan gaat hij zo naar Schiedam zo. Ja. Maar hop. Zeg maar, waar zit de hol? Waar ligt Schiedam eigenlijk? Oh, die zit verder. Oh, dit is niet de hol? Oh, ik dacht dat dit de hol was. Oh, hier moet hij wel in, maar dan gaat hij zo door naar die hol. Als je hem goed rolt, wel, nee, ja. Oh, nou, ik geef hem een trap onder zijn hol, komt goed. Ik weet al wat ik ga doen. Let op. Oh! Ja! Ja! Oh! Oh! Ja! Oh! Nee! Die holeman komt er nog wel. Ik ben nu elke keer veel te dichtbij. Even al de blaadjes aan de kant, dames en heren. Het is niet alsof we midget golf spelen. Het gaat gewoon serieus om iets. Het gaat natuurlijk weer om de eerste plek. Oh, dat was lullig. Ja, dat was lullig. Dat is twee. Door de derde slag. Ja, drie. Ik teken ervoor. Super hoor. Ga je daar overheen mee of ga je in de regenpijp? Een beetje stunten. Een beetje stunten? Oké. Dan let ik even extra goed op. Een beetje stunten. Ho. Oh. Oh. Oi. Hij kwam bijna tegen de steen. Ja. Een beetje stunten kan ook fout gaan. Ja, maar weet je, ik heb nog twee pogingen om evenveel te slaan te zijn. Dat is waar, zet hem op. Oké, daar komt Mees. Gaat hij weer stunten? Nee, nee. Hij gaat niet. Oh, wat? Wat? Dat is wel sick hoor. Maar niet de bedoeling. Nee, dat was niet officieel niet de bedoeling. Oké, maar je kan wel die drie punten halen nu. Ja, hopelijk. Oh! Dat is echt lullig. En nu ja. Denk ik niet, nou, dat is stom. Dat is ja. Stom. Dat is gewoon niet handig. Oh my god. Ja, ja. Oh my god. Hey. Bro, jij hebt echt keihard gestunt. Je bent een baller, een stunter. Sick. Nou, nu komt Lars. Je weet waar de wind vandaan komt. Nee, ik bedoel, bij jou heet je achterste. Oh, IJs gaat stunten. Hij stunt helemaal fout. Ja, dit is knap hoor. Nou, kom op Lars. Kijk, Lars gaat... Oh my god. Dat is nog best knap hoor, want dit wordt pas je derde keer hè? Dat zeg ik. Zo, drie keer. No stress. Heel netjes, heel netjes. Hey, Nicole, lekker. Oh, sick, die gaat erin. Die gaat er nog in, die rolt er nog in. Nee, hij ligt stil. De kauwgombal ligt stil. Ja, netjes, daar gaat hij. Oh my god, ze doet hem in twee keer. Nicole, you are a star. Yes. Dank je. Jeetje. Eindelijk een sport die ik wel kan. Nou, daar komt hij hoor. Eenmaal, andermaal, Maiwen op de baan. Oh, oh, ja, die gaat er nog in hoor. Ja, en dan rolt hij weer terug. Ja, zie je? Oh my god. Oh my god. Oh, nee. Ja, dat is wel even balen. Maar in twee keer is zeker niet verkeerd. Ja, die lukt hoor. Die was wel heel scheef. Ja, betere concentratie. En dan kan jij het. Kijk maar. Concentreert. Ai, ai, ai. Dit is ook mooi hoor. Vier keer. Vier. Helemaal top. Dames en heren, ik ga zo tjoef, tjoef, tjoef tussen de hunebedden door. Zo tjoef, tjoef in het gaatje. Nou. Ja? Ja, top. Oh, hij ligt er wel weer mooi voor. Hou ik niet van, hè? Ik had eigenlijk mijn draadloze stofzuiger moeten meenemen. Dan kon ik weer stofzuigen. Ja, dit is weer uitermate netjes natuurlijk. Twee. Het is gewoon helemaal top. Hop. Bal weer in de zak. Oh my god. Mees! Wel de goede kant op. Wie gaat als eerste de honing man krijgen? Ik vraag het me af. Zul je zien dat het Nicole is? Hoezo? Dat zou best kunnen, jij gaat super lekker. Ja, ja. Ik ga mis in 3, 2, 1. Nice. Ik snap ook wel eens. Waarom eigenlijk. Nice. Maar weet je wat dat komt? Meestal op de achtergrond aan het demonstreren. Oh, ik weet hoe het gaat. Hij is zijn bal kwijt. Is wel knap hoor. Pas op, want draad staat onder stroom daar. Even voelen. Oh, oh, oh. Nou, weet je in ieder geval waar de wind vandaan komt.
Oh, dit is weer top, hè? Hey, geel hoort niet bij geel, zeg maar. Nee, dat is magnetisch. Dit doe je dan wel weer heel netjes. Ja. My one. Oh my god. Oh. 4. Je hebt iets met 4. Even kijken hoor. De baan. Ah, die ziet er zo. Oh, dit is een beetje wikkel, wikkel, wikkel. Oh, dat lijkt wel Lars voet dit. Ja, oké, okay, nou, dit kan een hole in one zijn weer. Je kan hem ook zo. Ik ga hem recht vooruit doen. Ik ga hem recht vooruit doen. Ja, normaal heb je wel een. Oei! Oeh! Dat was wel een goede poging weer. Dat was een mooi schot. Ja, ik ben benieuwd of die hole in one nog wel gaat komen. 3. Nou, is ook gewoon goed. Top. Ja. Oeh. Oh, Lars! Lars! Oh my god. Bel ik niet mee, hoor. Dat hadden we kunnen zijn, hè? Oh, oh my god. My one. Oh! Ja, dit is leuk, hoor. Als jij nou gaat kijken aan de andere kant, sla ik hem met mijn hardste slag er doorheen. Ja. Hey, zie ik het nou goed? Als je hem hier doorheen doet, kan het een hole in one zijn, hè? Ja, dat is zeker een optie. Hallo? Hole in one! Gaat het hem worden, hè? Zeker! Nee! Wow, dat is hard! Oh mijn god, dat is hard! Doe je oren eens daar, dat is hard! Doe je oren eens daar! Meis! Zo! Oké, sick, ik ga hem hier doorheen doen, dan moet ik gewoon. Kan je er doorheen zien of niet? Ja, zeker! Hallo! Hey! Oké, het balletje komt eraan, ja? Ja, is goed hoor. Hole in one! Kom op! Komt-ie! Komt-ie! Ja! Hey! Yes! Oh my god! Hole in one! Yes, dat wilde ik! Nou, top hoor. Is maar gelukt. Heel goed. Heel netjes. Sick. Kaa, wat een knolpower, hè. Ja, wat komt echt door je shirt. Dat kan niet anders. En de rode bal. Ja. Sick. Maar er zijn meerdere mensen die een hole in one hier kunnen halen. Mees gaat. Mees? Ja, die was te hard. Helaas. Zo zie je toch dat het moeilijk is. Lars, ga je voor de hole in one? Dan moet je wel eerst even schreeuwen in de boomstam, hè. Oh ja, dat is... Zo werkt dat. Hole in one! Hey, dit park is echt gigantisch, maar ik denk dat ze het zelfs buiten het park gehoord hebben. Nee! Jij hield hem tegen, hè? Jij hield hem tegen. Weet je wat ik deed? Weet je wat ik deed? Ja, dat had ik door. Ongelooflijk, hè? Nou, je moet hem nog even een tikje geven. Ja, dat je zo dicht bij een hole in one bent, is wel lullig. Het is gewoon niet leuk. En dan mis je hem, weet je wel. My one, zet hem op. My one. Hole in one! Nu! Ja, nu. Nu. Ja, je weet het ritueel tenminste. Ja. Ai, ai, ai. Maar 2 vind ik ook goed, hoor. 2, daar teken je graag voor. Nicole? Ga je ook nog schreeuwen door de boomstam? Mag ik een snoepje? Zo werkt het niet, Nicole. Hole in one! Woe! Oké, let's go! Oh. Ja, iedereen heeft er wel in één keer ingeslagen. Dat vind ik wel knap. Nou, in 2 keer. Hey, dit is sick. Je hebt al 4 keer... Bijna in 2 slagen. Okay. Oh, kijk, hey, op het plaatje. Hier zien we wederom de voet van Lars. Dank je. Alsjeblieft. Oké, dames en heren. Volgens mijn berekeningen, die heb ik overgenomen van Einstein. Moeten we zo tegen de rand slaan. Gaat hij via daar, hopt hij er zo in. In het gatje. Het gatje. Ja, is het gatje of gaatje? Nee. Kijk, en dan erin. Ja. Hij was mis. Ja, dat zag ik. Ja. Dat zag ik, Lars. Vertel me iets wat ik niet weet. Ja, top. Het is goed 2 keer. Het is wel netjes. Heb je een mooi shot hiervan? Ja, ik zal hem even zo.
komt hier in beeld en zo de golfkoning. Baba. Ja, nou super. Sick. Oh! How could this happen to me? I made a mistake. Dat hij zo in dat ding gaat en dan zo zoep. Dat is echt gewoon, dat is gewoon veel te lullig. Hier hebben we alweer de voet van Lars. Nee, dat is de gitaar van Lars. Dit is mijn gitaar, ja. Ik weet niet dat ik over mijn voeten zo praat. Oké, nou, je ziet het. Een rechte lijn er in één keer in. Ik zal vast bij de hol staan, want je gaat hem er in één keer in slaan. Dus dan staat het er mooi op. Ja, dat is top. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Oh my god. Het is de golfkoning. Ja, ik zei het je. Het is de golfkoning. Hole in one. Tweede keer. Ja. Oh my god. Wat een knolpower. Als jij ondertussen zo zit. Ja, dan ga jij hem nog onder doorslaan. Ja. Dan spreidt hij een beetje knolpower over je bal heen en dan gaat hij erin. Ja, ben je klaar voor? Yes. Oh, dat is een hele mooie. Oh, maar dat was wel een beetje knolpower. Beetje. Dat is gewoon mijn tactiek. Ik speel hem elke keer precies hier zo en dan gaat hij zo weer uit. Ja. Sick hoor. Kijk dit joh. Daar kan je je ding in doen. Je stick. Wat is dit? Hier zit water in voor de bal, om de bal schoon te maken. Dus, daar doe je je bal in. Die pomp je heen en weer. Kijk, en dan komt hij de gewas uit. Ik wil geen natte bal. Alles goed zo. Nu kan je hem weer in je mond doen. Hetzelfde als met sokken lopen. Ja, ga je ook even de bal wassen? Nou, ik ga de bal niet wassen. Dat is mijn tactiek, mensen. Ik was de bal niet. Ik speel zoals die bal is. Maar je bent ook geen bal. Ik ben geen... Oh. Je was de bal niet. Hier hebben we weer de voet van Lars. Nu wil ik er niet te veel druk op leggen, hè. Maar het zou nog een hole-in-one kunnen zijn voor jou. Dat dacht ik. Ja. Nee. Helaas. Hij is wel weer mooi in de buurt. Hij is... Wordt wel weer een tweetje of een drietje. Tweetje of een drietje. Oh, ja. Wordt een drietje. Had hem toch moeten wassen. Ja, ik was mijn ballen niet zo vaak. Nee, snap ik. Kijk, drietje. Super. Drietje, prima. Ja, netjes hoor. Een tweetje. Heel goed. Jeetje meneetje, ze doet zo'n tweetje. Oh, wat is dit voor tactiek? Als hij harder was geweest, was hij gewoon... Netjes hoor. Wat een baan. Die moet ik even doorheen lopen hoor. Ja, deze is bij Jumpy. Loop lekker. Loop. Oh, wat? Ja. De mist gewoon een stukje baan. Ja, dat heb je. Het park is helemaal perfect. En dan kom je erachter dat je net een stukje grasmat mist hier. Maak je gewoon een Jumpy. Een Jumpy. We gaan een Jumpy maken, hè? Ja. Ja. Officieel buiten de baan, hè? Prachtig. Ongelooflijk. In echt? Twee keer. Ja. Dit gaat zo lekker, hè? Ik ben echt benieuwd naar mijn eindscore. Het gaat echt beter dan verwacht. Kijk, dat staat echt te duur. Oh my god. Groen. Groen. Hey, groen. Lekker, Mees. Kom op, Lars. Sla met die bal. Oh, die gaat heel hard. Oh my god. Nice. Hij ligt hier wel mooi hoor, daar. Oh, hoi. Netjes hoor. In twee. Zo. Oh mijn god. Je raakte gewoon mijn camera. Je raakte gewoon mijn lens. Oh, arme kijkers. Jeetje, je raakte gewoon mijn lens joh. Hij was sick geslagen hoor. Ik ga hem afpakken die bal. Ik ga hem afpakken. Komt ie. Ik ga hem weer pakken hoor. 1, 2. Blijf maar. Oh, ik doe niks meer. Ja. Nice. In het gezicht van Nicole. Oh, sorry. Ik wist dat je hier zat. Ze zegt nooit er wat van, maar als je het in haar gezicht doet, dan zegt ze Lars. Oké, we hebben twee keuzes weer. We hebben links of we hebben een soort van rechts. Ja. Ja, ik denk dat ik weet wat ik ga doen. Oeh. Spannend hoor. Wat is hier spannend aan?
Hij legt een meter van... Hey, allemaal vogels! Dit is een verscheid. Dit is baan nummer 13, hè? Ja. Ik zei toch baan nummer 13? Dan krijg je van dit soort balletjes. AK 3 Doosu. Ja, nice. 3. Nou, best netjes weer. Best netjes weer. Ik heb eigenlijk alleen maar... Ik heb nog geen 1 boven 4 gehad. Ik ben trots op mezelf. Nico. Oh my god. Dat is niet de bedoeling, wij drinken. Een hole in one. Hey. Wat? Ik wil mijn moeder bedanken. Zo, een hole in one doet ze gewoon. Oh my god. Ik had nog net op tijd de camera aan. Holy moly. Ja, maar ik wilde via die kant en tikte verkeerd. Ja, weet je wat lullige was? Het stond op beeld dat jij daar stond. En toen dacht ik, iedereen is geweest. Ik drukte hem uit. En toen zag ik jouw bal, drukte ik hem aan. Dus hij staat er net op, maar wel met een klein knipje. Nee, sorry. Wat hebben we hier? Dit vind ik wel even waard om te kijken. We hebben hier een soort van happer. En dat is het moeilijkst, om hier in de happer te gaan. Maar als je in die happer gaat, dan kan je hem wel in één keer erin krijgen. Maar ik denk dat je hier wel echt hard moet slaan, hoor. Ja, je moet heel hard slaan voor dat. Zo, dat ging even te snel, hoor. Ik krijg hem gewoon weer terug. Dat was ook echt helemaal daar. Dit is Colt PostNL. Hey, dit is wel knap. Ja. Hij is gewoon weer hier. Wel vervelend, maar wel knap. Ah, beter hè? Nee. Ik zei beter hè, toen ging hij uit de baan. Nou, dit wordt mijn derde, jongens. Ja, tuurlijk. Hey, ik vind hier opeens een rode bal. Hoe kan dat? Nee, weer een balletje! Kom maar. Hij maakt er ook een spelletje van, Lars. Kom maar bij papa Lars. Alsjeblieft. Ja, ik weet niet, maar het is nu ook wel gewoon... Ik vind het wel lullig. Nou, kom op bal, ga er even in. Ah, deze is beter, hè? Wacht dan maar. Ja, deze blijft hier wel lukken. Of hij gaat helemaal terug. Ik ben echt benieuwd hoe jullie deze doen. Ja. Ik heb al een plan. Want je kan hem niet daar voorzichtig heen spelen, maar hij blijft daar niet liggen. Wat? Ja. Hij ligt erop. Twaalf! Hey! Ja, dat vind ik niet erg, want weet je wat het nu is? Ja. Ik ben niet meer degene met de laagste score. Dat is waar, ik denk dat iemand het wel meer dan 12 gaat hebben hoor, hier nog. Ja, ik ben twijfelend. Dit is echt een hele moeilijke. Daar gaat Mees. Doet Mees het in één keer. Nee, hij gaat ook uit de baan. Kijk, daar gaat Mees. En die gaat ook weer helemaal terug. Hij gaat ook weer helemaal terug. Kijk, ja, hij gaat helemaal terug. Dat is het vervelende. Je denkt hij blijft hier wel liggen omdat het heel zacht gaat, maar die bal loopt helemaal weer terug. En dan gaat hij weer helemaal terug. Ja, deze is vervelend, dames en heren. Nummer 14 is heel vervelend. Ik denk dat niemand deze onder de 10 gaat krijgen. Kijk, daar gaat hij. En dan gaat hij nu weer helemaal terug, ook al ligt hij bijna stil. Dat is zo lullig. Oh, hij blijft liggen. Lekker hoor. Ja, netjes. De achter. Maar nu wordt het gevaarlijk. Dit was nummer 6. Oké. Ja, netjes. Ja, dit is netjes hoor. Nummer 9. Wat nou? Niet onder de 10. Ja, nummer net. Let op hè. Weet je wat we dan doen? Sick hoor. Ik ben de enige die hem dat doorheen heeft gekregen. Ik ben benieuwd of iemand anders dat nog gaat doen. Oh. Oh! Oh my god. I don't know what you heard about me. Ja, dit is het. Hey, dit kan in 2 keer, hé. Focus! Oh my god. Oh my god. Daar heb ik wel geen hole in one, maar wel deze 2 keer. En jij in 12. Dat is heel sick. Top. Ja, respect. Kom op, Byron. Jeetje. Oké.
Oh! Oh! Maran! Dat is echt sick! Dat is sicker. In twee keer via dat tube ding. Oeh, gelukkig ligt hij er nog op. Ik dacht, je slaat hem. Daardoor rolt hij ook terug. Die wind staat heel hard die kant op. Ja, daar had ik last van, hè? Ah, dit doe je netjes. Vier. Dat doe je heel netjes. Daar gaat Nicole. En die gaat terug. Blijf maar staan hoor, ik kom terug. Kijk eens even. Prachtig. Hoppakee, netjes hoor. Dat is de vierde keer. Kijk, de vijfde keer. Heel erg knap. Nou, nog één tikkie. Hier, zes. Hier, wat nou niet onder de 10? Jongen, jongen. Larsen, ik ben de enige over de 10. Oh mijn god. Dat is ook echt flink. Ja. Ja, flink. 12. Ja, dat is 2 over de 10. Oh joh, er zit gewoon een... Zit erin? Er zit een jump. Een jumpie. Jump in. Een jumpie. Hey, maar je kan ook hier overheen zo, hè? Ja. Dat kan ook. Ja, ik ga dit wel even mooi doen, hoor. Echt mooi. Ja, heel mooi gedaan. Echt prachtig. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Zo, joekel te met. Kijk eens hoe mooi. Echt, jij bent zo goed hierin geworden opeens. Als jullie het niet hebben gezien, het balletje ligt hier. Kijk. Zo, als je er nu in één keer in ging, ja, dan had je je toch wel een beetje... Nou, dat doe je niet, want dat is geen holding one. Vier. Vier keer. Dat is not bad. But also not very good. Respect the mat. Oh, mooi. Kijk eens wat we hier hebben, de hunebedden. Hier staan ze hoor. Prachtpareltjes. Nou. Not bad at all. Nou, drie keer, dat is ook goed. Tweetje of drietje zeg ik altijd. Lars. Ja, sorry, ik moest gewoon lachen toen die misging. Oh my god. Oh my god, die was sick door de hunebedden heen. Ik ga vandaag niks zeggen. Bij door de hunebedden bedoel ik. Hunebedden. Let's go. Yes. Oh. Yes. Dankjewel. Sick. Ja, die was heel mooi. Die was heel mooi. Zo. Oh my god. Oh. Hey, die leg je lekker neer. Ik dacht hij gaat er doorheen. Ja, ja. Twee keer, netjes hoor. Oh, 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 ik dacht hij gaat erin. Netjes hoor. Een twee. Nog twee holes in. Nog twee holes, dan zijn we er. Deze is gaaf, dus je slaat hem hier doorheen en dan rolt hij in de hol. En dat is een hole in one. Ja. Dat is een hole in one. Ik heb het al twee keer eerder gedaan. En dat proef lekker joh. Ja, overwinning smaakt lekker hè. Ah, jij weet er niks vanaf. Jij weet er helaas niks vanaf. Nou, ik ga hem nog een keer doen. Oh. Oeh. Ik dacht, dan heb je gewoon altijd hole in one, maar dat werkt dus niet zo. Nee. Dat is weer lullig hè. Ja, dat is niet mooi. Vier. Ja. Not bad. Ja, lekker Mees. Oh, bijna een hole in one. Oh, mooi. Oi, 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 oi. Yes. Oh. Oh my god, dit is de allerlaatste hole. Ja, zijn hole. bij de hole van de leeuw. Ja, die. Zijn bij de hole van de hole van de leeuw. Ja, en wat gebeurt hier precies? Je kan hier inslaan en dan rolt hij als een B-blade in het gat daarin. Nou. Of je gaat daar langs. Als jij gewoon even laat zien hoe het moet, doen wij je na. Oh, bijna. Oei. Ja. Ja, ik kreeg een nipje van de overwinning. Nipje van de winst. Ja, in twee keer, dat is niet slecht voor de laatste hole, dacht ik zo. Ik had bijna een hole in one weer, mensen. Oh my god. Oh, Mees. Mees, wat gaaf. Jij laat even zien hoe het eigenlijk moet. Wat gaaf. Nou, daar gaat hij. Dit duurt lang, dit duurt lang. Oh. Nou, in twee zou ook wel sick zijn. Heb je gezien hoe ik van afstand schiet?
vaak heb ik nou van afstand gescoord? Ja. Nou, nog niet zo vaak. Dit is hem. Deze is voor jou, man. Yes! Dankjewel, man. Twee? Sick, hoor. Ja, en twee keer. Dat was echt netjes. Nou, daar komt Lars. Die gaat er niet in, denk ik. Oh, mijn god. Ja, nice. Wee! Nou, daar gaat hij. Ja, dit ding leidt je helemaal niet naar de hole in one, joh. Hartstikke scheef. Ja. Als je een hole in one wilt, dan moet je het blijkbaar via mijn weg doen. En dat is toch daarnaast. Ja, Lars zet hem in 3. Nou, my one. Die gaat ernaast. Kijk, net als ik. Hop. Oh, oh. Op het randje. Ja, kijk, dat kan gewoon een tweetje worden. Dat had ik ook. Dat is heel netjes. Een tweetje. Yay! Nou, Nicole. Dan gaat Nicole. Kijk. Oh, dit wordt een hole in one. Oh. Ja. Oh my god. Ik vind die tweetjes gewoon zo mooi. Ja, die tweetjes vind je mooi. Nou. Hoppakee. Oké, we zijn terug bij het huisje. Ik ga er allemaal even goed voor zitten, want Mees heeft de score berekend. En ik heb al een vermoeden, maar ik laat het graag over aan Mees zelf. Hij heeft al een vermoeden, hoor. Ja. Ik heb al een vermoeden. Ja, de reden dat ik de score wilde uitrekenen is natuurlijk omdat ik al dacht dat ik laatste was. En dat is correct. Hey! Laatste is geworden je boy Mees met 67 punten. Wow, ik had echt gedacht dat ik laatste was. Dus dat is een beetje jammer. Ik heb wel mijn best gedaan, dus daar gaat het. En je hebt hem voor je moeder erin geslagen. Ja, man. Ze kijkt het waarschijnlijk niet, maar man. Hoezo kijkt je moeder mijn vlogs niet? Stuur haar eens heel snel een appie. Ja, anders dan ga ik stiekem kijken wat het nummer is van je moeder en dan stuur ik haar wel een appie. Ja, is goed. Stuur ik wel het nummer naar jou, ja. Top. Okay, let's go. En op de vierde plek is geëindigd met 61 punten. Je 61? Girl. Ja. Maar jij hebt 67. Jij hebt 67 keer geslagen. Dus hoe minder je hebt, hoe beter. Ja. Oh ja. We speelden midget golf. En ja, het is weer heel toevallig. Twee mensen hebben evenveel punten. En die staan op 2 en 3. En toevallig is dat ook nog eens een setje. Yeah. Met 59 punten hebben Lars en Nicole evenveel punten gehaald. Oh, maar dan had ik maar 2 puntjes ja, minder dan ze. Precies. En op de eerste plek is geëindigd. En zo met, hoeveel punten denk je? Ik denk 54. 57. Wow. Dat was echt dichter bij elkaar. Jullie hebben 59. Ja. Jullie hebben gewoon een gedeelde plek eigenlijk. Dus je had Enzo 2 punten verschil met Lars en Nicole. Je had Lars en Nicole 2 punten verschil met Miron. En je had Miron en Mees en dat was 6 punten. Ja, maar dit is sick! Woe! Dit is echt sick. Ik zei al het begin, ik denk dat ik het al weet. En ik dacht serieus dat Nicole het was. Nee. Omdat ik 1 keer 12 punten heb gehad. Maar 2 keer hole in one. Dat is de knolpower. Nicole ook 1 keer, hè? Ja, dat is geen 2 keer. Nee, maar wel. Maar serieus, jij hebt wel echt een hele mooie hole in one. Ja, dankjewel. Mooi beeld. Nice. Nee, jullie hebben het allemaal goed gedaan. Ja, ik vond het vooral ook gewoon leuk. Ja, zeker. Het was gezellig hoor. Lekker gemidget golf. Nice. En nu kan elk moment eten komen hier zo. Oh ja, Milan, die is trouwens weg. Die is even naar mama. Die woont hier verderop. Ergens in de bosjes daarachter. Milan die gaat er even livestreamen. Dat moet voor iets of zo, ik weet niet precies. Maar hij had goed internet nodig. Hier goed internet, maar niet voor een livestream. Dus Milan is even bij mama. Maar we krijgen elk moment het eten. A few moments later. Er werd aangebeld. Hey, sick. Nice. Eten. Ja, eten, ik zie het. Thanks, man. Is pizza en lasagne en dat soort dingen. Hey, thanks. Gaat helemaal lukken zo. Ja. Hey, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Werk ze. Eet smakelijk, hè. Yo. Doe even Willy dan. Ja, goed. Jojo. Zo, sick. Hey, Marlino, we hebben pizza. Pizza. Dit is echt sick. Dit is goed geregeld weer. Alle hands aan dek. Ik gooi zo pizza op je. Back. Op de plek. Nee, op de plek wou ik zeggen. Op de plek, jongens. Op de tafelplek. Kijk, hop. Pizza calzone. Nee, helemaal niet waar. Dit is een pizza calzone. En nu is het een pizza carbonara. En ik rij op een MT10 Yamaha. Bra, bra. Skut, skut. Nee, is lekker joh. Dit, dat wilde ik even zeggen. Is lekker. Goeie pizza. Hé, hey, dat betekent dat het lekker is hè. Mm-hmm. Wel een beetje asociaal, maar... hè, is wel lekker.
Wissers. Lekker, hè? Ja, daar wacht ik even op. Ja, ja. Daar wacht ik even op. Ik voelde hem al komen vanuit de teentjes. Nou, hartelijk. Zo, hier, ik drukte op de bel, stond er. Super, dankjewel. Zo, ik zou nog meer bolletje eten als ik jou was. Je hebt een derde bolletje. Wat nog meer? Latte macchiato. Latte macchiato? Ga je koffie bestellen? Ja. Dat meen je niet. Koffieijs. Koffieijs. Oh, inderdaad, ze hebben hier latte macchiato. Hey Nicole, wat denk jij? Gaan we voor het smurfijs? Ja, we hebben ook een beetje chocola. Is dat een lekkere koffie? Nou, dat denk ik niet. Ja, maar wat moet ik dan doen? Maar ze hebben wel smurfijs, zoals je kan zien. Zo, kijk joh, dat doet ook een lekkere grote bol voor jou. Huh? Lekkere koffie. Hier, ik druk op de bel. En het ijsje staat er. Hop. Kijk eens. Alsjeblieft. Thanks. Ja, is moeilijk hè? Keuzes. Had ik ook bij Mrs. Golf. Mag ik een bakje met twee bolletjes? Meen je niet. Belgische chocola en Blue Bubblegum. Hey, shout-out naar de Belgen. Alleen Blue Bubblegum, hè? Blue Bubblegum. Ja, oh, nee, dat heet smurfijs. Nee. Dat heet smurfijs. Oh, dat heet smurfijs. Ja, kijk, daar gaat het smurfijs. Soms heb je het niet grappen. Lekker. Dit was geen grap. Is gewoon kijk, en dan druk ik op belletje en dan staat het ijs er. Nee. Kijk eens. Oh, heb jij deze voor mij gemaakt? Alsjeblieft, mis. Oh, chill, gast. Nee, dat doet iemand die hier werkt. Waar dan? Die is daar veel beter in. Oh. Hoi, mag ik witte chocola en ook smurf? Nou, oh, toch wel smurfijs, ja. Hè? Lekker hoor. Heerlijk. Smurf. Ja. Ook smurfijs. Smurf. Ze begreep niet wat je bedoelt. Het heet helemaal geen smurfijs, hè? Het heet Blue Bubblegum. Thanks. Oh, ik zie wat ze hebben. Ik zie wat ze ja, hebben. Ja, ijs. Kies nou maar. Ik zie wat ze hebben, mensen. Ik zie wat ze hebben. Ik zie wat ze hebben! Oh, was ik aan de beurt. Hi. Mag ik een kokos? Kokos, mokus, hokus, pokus, mokus. Geen kokos? Kokosbolletje. De tweede graag een Belgische chocolade. Heel goed, die is echt lekker. Ja, België. Shoutout naar de Belgen. België, Melgië, Helgië, Belgische. Een drukje op de bel. Oh, lekker. En dan is het eigenlijk. Dat was hem? Ja, dat was hem. Hij heeft ons verraden. Die lange betaald. Ja. Gaat goed hè met YouTube. Zakken gaan hard deze dagen. Je bent op Bluetooth stay connected. Hey, en zo gepiept. Zo gepiept. Ga makkelijk zo geld uitgeven. Ja. Zo op allemaal. Ze maken geld uitgeven tegenwoordig zo makkelijk. Twee keer op de lockbutton. Je pasje komt tevoorschijn. Bliep en het geld is weg. Die ijsje. Geniet ervan, krul. Dankjewel, papa. Dankjewel, papa Lars. Hoi. Hoi. Sorry, ik raakte jullie. Sorry, kijkers. Pak hem, Lilo. Pak hem. Pak hem, Lilo. Pak hem. Pak hem. Maar Lilo, die pakte serieus in zijn mond. Pak hem maar. Pak hem. Kijk, ja hoor. Kijk dan. Kleine hond, maakt niks uit. Pak ze die bal. We zijn hier heerlijk op een veldje. Daar zit serieus ons huisje. En Lars. Oh, leuke poging. We gaan even een paar mooie schoten in de basket doen. Ja. Niet zoals dat. Een paar mooie schoten in de basket. Zoals dat. Dus ik ben benieuwd. Het is wel moeilijk zoals je vanochtend zag in de vlog. Maar we hebben eventjes geoefend. Dus laten we doen wie het eerst kan raken vanaf de middellijn in de basket. Ja, goed. Goeie? Ja, goeie. Oh, meester gaat naar achter doen zelfs. Met een backflip was dat. Dat die schuin ging, kwam hij wel een beetje op de lijn. Goeie poging. Oh! Sick! Yes, Klaus. Oh my god, dat was zo dichtbij. Wow. Ja. Lars, wel een beetje basketballichaam. Lang. Achter de lijn. Ja, lekker. Achteruit gaat het net lukken. Denk het niet. Nice. Hey, panna, panna. Doe even pannaatje dan. Bij Melino, panna. Ja, ja, panna, panna, panna. Oh, panna. Ja, nu moet die kontje kick krijgen. Nog een keer panna. Deze.
Oh. Wel een goede hoogte. You are coming in de buurt. Is goede afstand, hè? Ja, lekker. There you go, my friend. Going vooruit. Going vooruit? Ja, dat is beter. Oh my god. Nu kan je hem gaan halen. Ja, het is echt moeilijk vanaf de middenstip. Maar het gaat ons lukken. Eén van ons gaat het lukken, sowieso. Nieuwe tactiek heb jij? Ja, we gaan voor de originele slingerworp. Slingerworp, oké. Okay. Bam. Oh, dat ga je eigenlijk doen. Eigenlijk achter je arm, achter je hoofd schot. Want je mag niet verder dan hier. Oké. Okay. Die kwam nog in de buurt. Ik wil redelijk in de buurt, ja. Wordt het weer zo'n dag dat we hier 3 uur staan voordat het lukt? Ja, het is nog maar de derde poging. We komen best in de buurt. Dat zag je niet. Maar dat doen ze ook altijd zo, hè. Dan komt die bal weer terug. Weet je, dat is best wel cool. Nou, ook even denken. Ja. Wie ben jij? Oh! Je was close. Een stukje verder. Ja. Got him. Super hoor. Vooruit ging toch beter dan achteruit. Dat is waar. Nou, het ging eigenlijk allebei niet goed, maar... Ik heb dus net gezien van een professional. Heel nice. Ja, hij komt uiteindelijk weer terug. Ja, ik zag hem al gebeuren. Wow! Maar wij hebben alle twee nog een kans. Yes! Vierde keer. Lievelingsgetal. Yes. Ja. Sick! Lijp. Holy shit, die was ook gewoon ringloos. Woo! Zag je hem, schat? Ja. Nice. Zag je hem, Alino? Goed, hè? Ja, toppie. Nou, kom op. Vierde keer, boys. Let's go. Op de laatste schot ga ik achteruit bij de kief gewoon nog een. Ja, als je deze raakt, dan is game over voor mij. Ah, jammer. Helaas. Kijk maar, Alino er nou mooi bij zitten dan. Hij waakt gewoon over ons, hè? Als iemand maar op dit blauwe pad komt, hè, dan grijp ik hem, denkt Malino. Zonnetje gaat weer mooi schijnen. Oh! Net te ver, echt net te ver. Maar hij was goede richting. Nog even een slow motion voor mijn schot. Let's go. Hey, hallo. Hallo jongetje. Hallo. Hallo jochie. Hey, is leuk hè, zo buiten. Is leuk hè, ja. Is je baasje weg, dan passen wij even lekker op jou. Ja. Oh, sorry kijkers, sorry. Zo dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie het genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen heel graag om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!